Zo, welkom in Hummelo 1900. We zitten weer in de stoomtram richting Enkhuizen. Er zijn wel wat kleine verschilletjes al te zien, zoals de stoom die uit de stoomtrein komt. We kunnen nu ook gaan zitten. Er zijn bankjes, dus als ik in de gangpad sta, ben ik groot. En op de bankjes kan ik het allemaal wat beter zien, zo om ons heen. Er zijn wat kleine verbeteringen in deze versie die ik jullie ga laten zien. Daarvoor ga ik niet helemaal naar Enkhuizen toe, maar ga ik even uitstappen. Hier zo stappen we uit de stoomtram. Dus een van de eerste dingen die je hier op de weg kunt zien is dat we schaduwen hebben. Helaas kan ik ze nog niet overal maken, want daarvoor heeft mijn computer niet genoeg geheugen. Maar ook de stoomtram, naast de stoom zien we ook een grote zwarte rookpluim eruit komen. Misschien een beetje te zwart, maar het geeft wel een leuk effect met betrekking tot een echte stoomtram. Een ander ding, dat kun je daar wel in de verte zien, en als het goed is, als we achter ons zien, dan zien we er ook eentje. Dat zijn mensen. Het is me gelukt om de eerste mensen in het programma te kunnen laten rondlopen. Het zijn nog wat vreemde figuren, zeker als je eruit gaat dat het 1900 is. Nou, ik moet nu eerst een nieuw programma leren om al een nieuwe perenborst te maken. Maar dat is uitdaging genoeg. De mensen die lopen naar bepaalde plaatsen in het dorp en zorgen zelf dat ze daar komen. Kijk, dat is een kleine afwijking. Hij schudt een beetje. Nou, het zijn nog wat kleine dingetjes. Ook deze maand de nieuwe modellen. Daar in de verte kunnen jullie de melkerij zien. En daarvoor het wagenhuis. Het is ver weg. Ik ga er niet naartoe lopen, want het kost 4,5 minuten. In het echt heb ik naast gelopen gisteren. Dus, en ik ben bezig om de bomen iets te verbeteren. Zoals je hier zo kunt zien, zijn er een aantal bomen die wat stijfjes zijn. En een aantal bomen die wat meer levendig zijn. Dus we zijn weer aardig bezig. Stoomtramrails, ja, voor wat het is, die liggen nu vlak in de weg en niet erboven, zoals stoomtramrails blijken te zijn. En ook de kerk, je kunt weer de kerk in. Vorige maand lukte het niet, deze maand kan het weer. Klein hekje bij de school. Nou, zo zijn er een heleboel kleine dingetjes die er weer nieuw zijn. Ik zou zeggen, laat de game of speel hem online op de site. En heb veel plezier. Ik zie jullie wel volgende maand.